Goedemiddag, allen welkom op deze mooie feestelijke winterdag, zonnig. U hier aanwezig, welkom, en ook de mensen die via de livestream meekijken, welkom. Ik open hier bij deze academische zitting waarin de heer Dietvorst zijn academisch proefschrift in het openbaar zal verdedigen. Alvorens wij overgaan tot de oppositie en de laatstgenoemde tot de verdediging, hij, de promovendus, een kort overzicht geven van de door hem verrichte onderzoekingen en een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies. Ik verzoek u nu aan die voordracht te beginnen en wens u het komend uur veel succes. Dank u wel. Geachte prorector, leden van de oppositie, promotieteam, vrienden, familie, collega. Dank dat u allemaal gekomen bent. Het is voor mij een eer om mijn proefschrift aan jullie te kunnen presenteren hier vandaag. Dat ga ik ook doen. Titel is Anterior Cruciate Ligament Injuries in Children and Adolescents, oftewel voorste kruisbandletsels bij kinderen en adolescenten. En die voorste kruisband is ook al vaak bekend als VKB in het Nederlands en in het Engels dus als Anterior Cruciate Ligament of ACL. En dat zie je in dat rechter plaatje, zie je daar een mooie blauwe pijl bij staan. Dat is een vooraanzicht van de gebogen knie. En dan zie je een gescheurde voorste kruisband. Die voorste kruisband is een belangrijke band in de knie. Die kent een schuimverloop centraal door de knie en speelt daarbij een hele belangrijke rol in de stabiliteit van het gewricht. Maar zoals je op de afbeelding ziet, kan die scheuren. En als die scheurt, dan is dat nogal vervelend. Want je krijgt daar pijn bij. Een voetballer kan niet doorvoetballen vanwege de pijn. Vaak voelen ze ook iets knapper tijdens het ongeval dat het gebeurt. Er treedt direct veel zwelling op aan het gewricht door de bloeding. Je ziet vaak ook bijkomend letsel aan andere banden, aan de meniscus, aan het kraakbeen. En uiteindelijk, als die voorste kruisband langer bestaat en mensen gaan weer lopen, kunnen ze een gevoel van instabiliteit krijgen door de kniezakken. En het komt vaak voor, zo'n voorste kruisbandscheur, en het is meestal sportgerelateerd. Vaak zijn het bij sport waarbij de voet vaststaat in de grond en iemand draait over zijn knie en dan kan hij het afscheuren. Wat interessant is om te zien, is dat in de jaren 70 ongeveer 30 publicaties per jaar waren over de voorste kruisband. Kijken we nu in 2022, dan zien we alleen in dat jaar al ruim 2300 publicaties zijn geschreven over de voorste kruisband. Dus ja, dan vraag je eigenlijk af, wat valt er nog te onderzoeken? Nou, het interessante is dat juist bij jongeren nogal veel onbekend is. Zeker over de behandeling van de voorste kruisband. Een kind is geen kleine volwassene. Dat is iets, denk ik, waar veel van ons van alles van weten. Maar meer dan bij volwassenen is een voorste kruisbandletsel echt een dramatisch letsel van de knie. Er treedt schade op aan het gewricht, kraakbeen, meniscus. En deze scheur op zich heeft wel een hoog risico om op jonge leeftijd al slijtage of al artrose van de knie te krijgen. Als we gaan opereren, zijn er ook serieuze risico's op complicaties. De kans dat er een nieuwe voorste kruisbandscheur optreedt bij een kind na een operatie is ongeveer 30%. En als een kind in de groei is, kunnen er ook groeistoornissen ontstaan na een operatie. Uiteindelijk zie je dat die kinderen hun sportniveau en hun type sport moeten aanpassen. En dat er ook vaak angst ontstaat om weer te gaan sporten. En dit allemaal heeft natuurlijk uiteindelijk veel invloed op de ontwikkeling, zowel fysiek als sociaal, voor deze jongeren. Nou, daarom dit proefschrift. Daarom is het toch nog interessant om onderzoek te doen naar dit onderwerp. En wat we hebben geprobeerd met dit proefschrift is om de onderzoek te plaatsen in het gebied tussen wat kunnen we gebruiken nu voor de dagelijkse praktijk en wat kunnen we vastleggen als basis voor toekomstig onderzoek. Dat hebben we gedaan in een drietal thema's. Het eerste thema is huidige stand van zorg in Nederland. Het tweede thema is diagnose en voorspellers. En het derde thema zijn uitkomst en revalidatie. Nou, dan beginnen we met het eerste thema. Daar was onze onderzoeksvraag: wat is de huidige stand van zorg voor voorste kruisbandletsels bij jongeren in Nederland? Nou, we hebben een studie gedaan waarbij we een enquête hebben gemaakt. En die enquête hebben we rondgestuurd langs de leden van de Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie. Dat zijn meestal orthopedische chirurgen die gespecialiseerd zijn in kijkoperaties van gewrichten. Waaronder dus ook de voorste kruisbandoperatie. En wat interessant was, wat we zagen, is dat wanneer een kind nog in de groei is, dat ongeveer 80% van de orthopeden in eerste instantie geen operatie doet. Dus een niet-operatieve behandeling van deze kinderen. Terwijl als het kind uitgegroeid is, kiest ongeveer 2/3 ervoor om direct met de operatie te beginnen als eerste behandeling. Dus dat is interessant. Ze zagen dat groei een belangrijke factor is om een keuze te maken wat voor behandeling je gaat doen. Verder zagen dat er veel variatie is in de indicatie, in de type operatie. En daarmee ook veel onduidelijkheid is in Nederland. En dus genoeg redenen voor verder onderzoek. Dan het tweede thema, diagnose en voorspellers. Dit thema bestond uit drie onderzoeken. In het eerste onderzoek hebben we gekeken naar de diagnose. In de tweede studie hebben we gekeken naar de voorspelling van de pace en graft. Zal ik zo uitleggen wat dat inhoudt.
En bij de derde studie hebben we gekeken naar de voorspelling wie er een nieuwe voorste kruisbandscheur krijgt na een operatie. Nou, beginnen we bij het eerste gedeelte, diagnose. Onze onderzoeksvraag hier was: wat is de waarde van de anamnese, lichamelijk onderzoek en een artrometer? Ik zou zo even uitleggen wat dat is. Het idee namelijk hier is dat wanneer een kind een knieletsel oploopt, dat de diagnose stellen van voorste kruisband lastiger is dan bij volwassenen. Dat heeft met een aantal zaken te maken dat meer dan volwassenen kinderen angstig zijn als ze op de spreker komen, moeilijk kunnen vertellen wat er aan de hand is, moeilijk kunnen ontspannen en meewerken met het lichamelijk onderzoek. Er zijn ook nog bijkomende kinderspecifieke letsels die wat lastig maken om te differentiëren tussen kruisband en een ander letsel. En we zagen ook dat er, de knie van een kind meer speling heeft, waardoor ook het voelen van de voorste kruisband lastig is dan bij volwassenen. Nou, we wilden onderzoeken wat nou de waarde was bijvoorbeeld van die anamneses, die punten die je tijdens zo'n consult bespreekt met die kinderen. Maar ook naar de stabiliteitstesten van de knie, dus hoe betrouwbaar zijn die. En die artrometer, dat is een apparaat, dat kun je over de knie heen plaatsen. En die meet als het ware de verschuiving van die knie in het aantal millimeters nauwkeurig. En dat hebben we onderzocht bij jongeren met klachten na een knietrauma, knieongeval. Nou, interessant wat we zagen bij dit onderzoek is dat wanneer een kind aangeeft dat hij iets heeft voelen knappen tijdens het ongeval, dat je daarmee 100% zeker weet dat de voorste kruisband gescheurd is. De stabiliteitstesten wanneer deze zijn uitgevoerd door een ervaren orthopeed zijn zeer betrouwbaar, maar het meest nauwkeurig is de artrometer. Dan de tweede studie van dit thema, de voorspelling van pace en graft. Onze onderzoeksvraag hier was: kunnen we voorafgaand aan de operatie voorspellen of de pezen groot genoeg zijn? Dan moet ik even uitleggen natuurlijk wat dat inhoudt. Hier zie je weer een vooraanzicht van een gebogen knie. En je ziet hier centraal dat er op de plek waar de originele voorste kruisband zat, die afgescheurd is, die halen we weg bij die operatie. En daar plaatsen we een nieuwe kruisband voor terug. En die nieuwe kruisband zijn de aanpassing van een pees die we daarvoor in de plaats plaatsen. En die zetten we dan vast met touwtjes of ankertjes of schroefjes, zoals je in deze afbeelding ziet. Maar het risico bij kinderen bestaat dat die pezen niet groot genoeg zijn om een groot genoeg nieuwe kruisband te kunnen maken. En dat wilden we onderzoeken. Dus we hebben bij alle kinderen hebben lichaamslengte, gewicht, geslacht gemeten. We hebben de lengte van de pezen die we gebruiken gemeten. En we hebben uiteindelijk gekeken die nieuwe kruisband, hoe dik en hoe lang die is. En dat hebben we bij alle jongeren gedaan die een voorste kruisbandreconstructie hebben ondergaan. Nou, wat zagen we? Eigenlijk best wel logisch dat wanneer iemand wat langer is, dat hij ook langere pees heeft. Nou, dat is denk ik best logisch. En wat we ook zagen is dat eigenlijk in alle gevallen de pezen groot genoeg zijn om een graft te kunnen maken, dus een nieuwe voorste kruisband te kunnen maken die groot en dik genoeg is. Dan het laatste onderzoek van dit thema, de voorspelling van een nieuwe voorste kruisbandscheur. Onze onderzoeksvraag hier was: kunnen we voorspellen wie een nieuwe voorste kruisbandscheur krijgt? Nou, het zijn van een jonge patiënt in combinatie met meer spelingen van de knie en veel al terugkomen op een hoger niveau na een operatie zijn risicofactoren voor het krijgen van een nieuwe voorste kruisbandscheur. Wat ik al zei, ongeveer 1 op 3 van de geopereerde jongeren zal uiteindelijk een nieuwe voorste kruisbandscheur krijgen. En dat is aanzienlijk hoger dan bij volwassenen. En die nieuwe voorste kruisbandscheur kun je eigenlijk onderverdelen in het scheuren van de geopereerde knie, dus de reconstructie die we geplaatst hebben scheuren, of de kruisband van de andere knie scheuren. En wat wilden wij doen in deze studie, zijn eigenlijk kijken of we die nieuwe voorste kruisbandscheur een relatie zien met de vorm van de knie. Dus oftewel, hoe zijn de botten gevormd. En dat hebben we bekeken bij alle jongeren die een voorste kruisbandoperatie hebben ondergaan in het Maxima Medisch Centrum en in Aarhus University Hospital in Denemarken. Nou, wat we hier zagen is dat er eigenlijk nauwelijks verschil zit in de vorm van de knie tussen de groep die wel een nieuwe scheur kreeg na de operatie en de patiënten die geen nieuwe scheur kregen na de operatie. Het enige verschil wat we zagen is dat de bovenkant van het scheenbeen een iets andere vorm had bij die kinderen die wel een nieuwe scheur kregen na een operatie. Conclusie van dit thema is in ieder geval: we hebben gekeken naar de betrouwbaarheid van de diagnose. We hebben gekeken of we de pezen en de graft kunnen voorspellen en of die pezen groot genoeg zijn om een graft te kunnen maken. En we hebben gekeken naar de vorm van de knie en de relatie van het krijgen van een nieuwe voorste kruisbandscheur. Dan het laatste thema, uitkomst en revalidatie. Die bestond uit twee onderzoeken. De eerste ging over vragenlijsten en de tweede over sport en revalidatie. Dan beginnen we bij de vragenlijsten. Onze onderzoeksvraag hier was: welke vragenlijsten zijn bruikbaar bij jongeren? En waarom willen we vragenlijsten hebben? Nou, we willen eigenlijk ook het perspectief van de patiënt weten. Hoe vindt hij of zij dat het gaat met zijn of haar knie? En hoe actief is iemand weer? En daar kunnen wij natuurlijk een mening over hebben, maar minstens zo interessant is de mening van de patiënt.
Nou, we zijn begonnen met het onderzoek naar de vragenlijst over de knie. En we hebben hierbij een literatuuronderzoek gedaan naar welke vragenlijsten er zijn voor kinderen specifiek over de knie, naar knieklachten, na een ongeval. Meestal voorste kruisbandscheuren. En wat we zagen in deze studie, er zijn een heel aantal vragenlijsten getest onder jongeren. Maar het meest betrouwbaar zijn de specifieke vragenlijsten die gemaakt zijn voor jongeren. En daar, op basis van dit overzicht hebben we adviezen gegeven welke vragenlijst je het best kan gebruiken voor de dagelijkse praktijk en voor toekomstig onderzoek. En intussen zijn een aantal van die vragenlijsten ook in Nederlands vertaald en ook in andere talen. Dus die zijn nu goed te gebruiken. Maar dan hadden we nu eigenlijk alleen inzicht in hoe de patiënt vindt dat het gaat met zijn of haar knie. Maar we wilden eigenlijk ook iets weten natuurlijk over hoe actief is de patiënt weer. Nou, en het probleem daarbij is dat in het Nederlands wel een activiteitenvragenlijst voor kinderen bestaat. Maar die bestaat uit ontzettend veel losse vragen. En die kinderen krijgen al heel veel vragenlijsten. Dus ze hebben vaak ook geen zin meer om al die vragenlijsten met al die puntjes door te lopen. Dus we wilden eigenlijk een korte vragenlijst gebruiken. En die bestond in Amerika. En die vragenlijst hebben wij vertaald naar het Nederlands en onderzocht onder jongeren om te kijken, is die begrijpelijk en is die betrouwbaar en kunnen we hem gebruiken voor de dagelijkse praktijk. Nou, dat hebben we dus gedaan, we hebben hem vertaald, we hebben de begrijpbaarheid gecontroleerd, die was goed. Kinderen tussen de 10 en 18 kunnen hem goed begrijpen. En uiteindelijk bleek hij ook goed geschikt te zijn om zelfgerapporteerde fysieke activiteiten te meten. Dus de tussenconclusie hier is, we hebben een overzicht van welke knievragenlijst we kunnen gebruiken voor de dagelijkse praktijk en toekomstig onderzoek. We hebben daar nu zelf ook een fysieke activiteitenvragenlijst in het Nederlands aan toegevoegd. Dan het laatste gedeelte, sport en revalidatie. Hier was de onderzoeksvraag, welke testen zijn bruikbaar bij jongeren om weer te kunnen gaan sporten? Want die terugkeer naar sport is vaak het einddoel voor de patiënt. Die was aan het voetballen, het is ongeval gekomen bij het voetbal en die wil weer gaan voetballen. En zoals we zagen, zeker een hoog risico op het krijgen van een nieuwe scheur in de voorste kruisband. Dus we willen goed kunnen testen of iemand weer kan gaan sporten. Nou, daar hebben we ook een literatuurstudie naar gedaan. Hebben we gekeken welke testen zijn er beschreven voor jongeren na een voorste kruisbandoperatie of die zonder operatie zijn behandeld. En wat zeggen die testen nou in hoeverre je veilig terug kan? En wat we zagen in deze, in het hele overzicht dat we hebben gemaakt, is dat er vrij weinig testen zijn beschreven voor jongeren onder de 16 jaar. En eigenlijk geen voor jongeren die zonder operatie behandeld zijn. Dus daar zitten nog best wel wat gaten in de wetenschappelijke onderbouwing van welke testen je kan gebruiken. En toen dachten we, dan moeten we misschien de focus iets breder leggen, want die testen zijn als het ware het eindstadium van je revalidatieproces. Dan moeten we toch breder gaan kijken naar de revalidatie. En daarbij hebben we gekozen om met 20 internationale experts, fysiotherapeuten, een consensus meeting te doen om een nieuwe revalidatierichtlijn op te stellen. Waarbij dus ook die testen beschreven staan die je kan gebruiken voor terugkeer naar sport. Nou, het gaat hier dan weer specifiek over jongeren met een voorste kruisbandscheur die al dan niet geopereerd zijn. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een nieuw protocol voor revalidatie en terugkeer naar sport. En die kunnen we nu dus ook gebruiken voor de dagelijkse praktijk en voor toekomstig onderzoek. En dat brengt het een beetje op het einde van, met een heel overzicht van wat de proefschrift nu bijgedragen heeft in de wetenschap. We zijn begonnen met het beschrijven van de huidige stand van zorg van voorste kruisbandletsels bij jongeren in Nederland. We hebben gekeken naar de betrouwbaarheid van de diagnose van voorste kruisbandletsels bij jongeren. We hebben gekeken naar de voorspelbaarheid van de pezen en de graft en of de pezen groot genoeg zijn. We hebben gekeken naar de vorm van de knie, oftewel morfologie en de relatie met het krijgen van een nieuwe voorste kruisbandscheur. We hebben een overzicht geboden welke knievragenlijsten er zijn en welke je kan gebruiken voor de praktijk. We hebben een Amerikaanse activiteitenvragenlijst vertaald naar Nederlands, die we nu kunnen gebruiken in Nederland. We hebben een overzicht gegeven welke testen er zijn voor terugkeer naar sport. En op basis van die literatuur hebben we met 20 internationale experts een nieuw revalidatieprotocol opgesteld. Met ook testen voor terugkeer naar sport. En dat was wat ik wilde vertellen over mijn proefschrift. En dan geef ik graag het woord weer terug aan de prorector. Dank u wel. Mooie timing. Je hebt niet eens het hele kwartier gebruikt. We hebben het hele verhaal goed kunnen volgen terwijl de grand-mère luidt. Dat is iets bijzonders in Maastricht. Dan moet er iets bijzonders zijn, iets heel belangrijk. Iemand dood zijn of ergens staat iets in brand. Of was een wereldoorlog uitgebroken. Ik weet niet waarom die nou luidt. U hoort hem allemaal. Ik denk dat het iets te maken heeft met de aardbeving. Dat ze daarom een kwartiertje bezig zijn met luiden van die geweldige klok. Want ik geloof dat die nou ook uitdooft. En dan kunnen we mooi in alle rust aan de oppositie beginnen. U hebt heel veel onderwerpen, zoals u laatste dia laat zien, dus
meer erbaar voor de opponenten. De oppositie wordt dan geopend door professor De Bie. Hij is bij ons via de digitale weg. Hoewel hij in Maastricht woont, maar er waren redenen voor waarom hij hier niet fysiek aanwezig kon zijn. Hij is hoogleraar fysiotherapie aan deze universiteit. Hij was zelfs voorzitter van de Manuscript Beoordelingscommissie. We hebben vandaag het genoegen om de hele beoordelingscommissie in ons midden te hebben. Dat is op zichzelf al een compliment waard aan de promotores, want dat lukt lang niet altijd meer. Professor De Bie. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovendus. Ik wil u eerst complimenteren met een heel mooi boek, maar ik ben een beetje voorzichtig. Want het kan zijn dat het dan straks toch een brandoefening uitbreekt als ik hoor dat de grammaire aan het luiden is. Maar ik zie vanzelf al de rookwolken opstijgen tijdens de verdediging van uw proefschrift. Ik heb genoten van uw proefschrift. Het is zeer breed, ruim opgezet. En u heeft het probleem ook van alle kanten heel goed aangevlogen. Dus dat is heel mooi. En ook heel fijn dat dit onderwerp rondom jeugdigen met ACL-reconstructies op de kaart staat. Want het gebeurt veel meer dan we denken. Alhoewel waarschijnlijk niet zoveel als iedereen hoopt. Want je begint wel een beetje zorgen te maken als er 3000 artikelen per jaar verschijnen over ACL-reconstructies. Denken, is er nog iemand die gewoon zo gezond is? Of hebben ze allemaal dezelfde patiënten in die studie zitten? Maar dat zullen we zien. Ik ga, als u dat goed vindt, met u naar hoofdstuk 8. Dan heb ik eens even gekeken naar de Limited Evidence for Return to Sport. En u schrijft daar heel dapper op, After ACL Reconstruction in Children and Adolescents. En toen keek ik eens naar die studie en toen dacht ik, nou moet die titel niet zijn in Some Children and Many Adolescents. Want er zijn maar heel weinig echt kinderen. Klopt dat? Hooggeleerde opponent, dank u wel allereerst voor de complimenten, voor het proefschrift. Uw vraag klopt in deze. Er zitten eigenlijk nauwelijks kinderen in die studies. Het zijn vooral 16 tot 18-jarigen, wat meestal dus postpuberale adolescenten zijn. En dat is tegelijkertijd natuurlijk een grote jaad dat we vinden in de literatuur, dat er weinig onderzoek gedaan is op dit vlak, in ieder geval bij de jongere adolescenten en zeker niet bij de kinderen, terwijl die minstens zo interessant zijn. Ja, ik kwam daar een beetje op omdat u zei, kinderen zijn geen kleine volwassenen. Zijn adolescenten dan wel al een beetje volwassen? Hoe moet ik dat zien? Omdat u gaat straks allerlei dingen vertellen over testen. En hoe moet ik die testen dan categoriseren? Voor kinderen snap ik dat ze echt anders zijn, maar voor adolescenten zitten die ook nog net in een andere categorie. Of zou u zeggen, van die zie ik toch een beetje als hetzelfde? Nou, het is een geleidelijke schaal. De afkap van kind naar adolescent wordt dan vaak gezegd bij 10 jaar volgens de WHO. Adolescent is natuurlijk een hele ontwikkelingsfase. Van prepuberaal uiteindelijk naar volwassen. En er zijn heel veel facetten waarbij je wel kan zeggen, iemand zelfs die eindstadium adolescentie zit nog niet volwassen is. Denk ik zeker ook qua cognitieve ontwikkeling. Maar misschien qua spieren en androgenen al wel. Kijken we naar jonge adolescenten, dan zijn zij veel meer nog als kinderen. Zeker als het jongens zijn van 10, dat zijn nog prepuberaal. Ze zullen nog weinig androgenen hebben, weinig spiermassa op kunnen bouwen. Dus daar is wel heel erg belangrijk om dat onderscheid te maken in je revalidatieproces. U heeft een scoping review gedaan, hè? Soms denk ik, was u misschien begonnen met een echte review en is het een scoping review geraakt omdat er zo weinig evidence was? U mag dat nu gewoon even zeggen, we zijn nu onder ons, we trekken ons verder niks van aan. Daar hebt u helemaal gelijk in. We zijn ermee begonnen met een systematic review omdat we een echte overzicht wilden geven en ook de betrouwbaarheid van die testen. Maar uiteindelijk is er zo weinig goede evidence. En het tweede grote probleem was dat vrijwel alle adolescenten waren onderdeel van de ACL Relapse studie uit Cincinnati. Uit Amerika, dus dat is een hele grote groep. En die hebben al die adolescenten in andere studies opnieuw gebruikt. Dus je weet ook niet waar je naar aan het kijken bent. Of je bij heel veel testen bij dezelfde groep aan het kijken bent of bij verschillende. En ik vrees voor het eerste. Dus uiteindelijk hebben we meer iets beschrijvends van gemaakt om te kijken, oké, welke testen zijn er? En in hoeverre is er evidence voor met name de jongere groep? Maar dat is er eigenlijk dus niet. En voor de niet geopereerde groep sowieso niet. Ik vond het mooi dat u daarna heeft gekeken naar die testen.
Want dat helpt ook een beetje met nadenken, wat zou je nou precies moeten doen en wat zou je moeten testen. Het vervelende is dat al die auteurs niet met elkaar hebben afgesproken wanneer ze nou iets meten. En dat was natuurlijk ook een van hun problemen. Iedereen meet op verschillende tijdstippen. Maar dan vraag ik even naar uw klinische gut feeling. Wat zou in adolescenten een goed moment zijn om te zeggen van, nou, nu kunnen we zeker weten of er een fatsoenlijke herstel is. Is dat na 3 maanden, is dat na 6 maanden, is dat na 9 maanden? Wat zou het optimale tijdstip zijn om nou eens een aantal van die testen af te nemen bij die jeugdigen? Nou, ik denk zoals we in het hoofdstuk daarna hebben beschreven, hoe ziet zo'n revalidatieproces er ideaal uit? Ga je per milestones, per fase eigenlijk kijken wat iemand kan, om te kijken of je naar de volgende fase kan. Dus de test is denk ik iets van continuïteit, wat gedurende de hele revalidatie doorgaat. Als we het hebben over, misschien meest gebruikelijk deze is, na een operatie, revalidatieproces doorlopen, wanneer je weer terug kan naar pivoterende sporten, dus de hoogrisicosporten. Dan ben ik geneigd op basis van de literatuur die er is om dat met minimaal een jaar na de operatie uit te stellen. Voordat die jongeren terug gaan keren, gezien het hoge risico op het krijgen van een nieuw vervorste kruisbandscheur. Nee, dat ben ik met u eens. Hè. Je wilt ze niet te vroeg weer het volgende ongeluk aandoen. Maar als je nou bijvoorbeeld zo'n test neemt als die HOP-test, in mijn ervaring is dat soms helemaal niet of iemand het kan, of die niet te veel angst heeft om het niet te doen. Dus wanneer zou je zeggen, wanneer gaan we dat eens doen? Specifiek wanneer je de hoptesten gaat doen, zeg maar. Dat is een interessante vraag ook. Wanneer ga je dat doen? Dat hangt ook af hoe het revalidatietraject doorloopt. Maar er zijn de eerste instantie, de eerste fase naar de operatie is vooral van belang dat je geen medische complicaties hebt. Geen infectie, geen trombose, benen, noem maar op, dat soort zaken. En dan begin je met het terugkrijgen van je beweeglijkheid van de knie en normaal looppatroon. En die hoptesten die komen, daarna krijg je denk ik eerst de krachttesten voor zo je werd ook bij de jongeren gaat doen. En dan komen denk ik meer de bewegingsspecifieke oefeningen pas. Dus dan zit je echt pas maanden na een operatie voordat je dat serieus gaat doen. Maar ik ben natuurlijk geen fysiotherapeut, dus wanneer die timing precies is, dat laat ik ook een beetje natuurlijk aan de kenners daarover over natuurlijk. Maar dat is denk ik wel de logische opbouw van het traject. Prima. Gezien de tijd, ik ben zeer tevreden met uw antwoorden en succes met de rest van de verdediging. En ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel, professor De Bie. Er wordt de oppositie nu voortgezet door professor Dieriks. Hij is hoogleraar klinische sportgeneeskundige aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij heeft dus een lange reis achter de rug, die ook niet helemaal vlekkeloos verliep. Maar eerst er professor Dieriks. Dank u wel, meneer rector. Ten eerste, ik wil graag u en uw team complimenteren over dit breed palet van onderzoek wat u los heeft gelaten op een heel interessant deelgebied van de orthopedie. Vooraleer ik eigenlijk op de inhoud in wil gaan, wil ik u even meenemen naar pagina 75. En dat met name de rechterkantlijn. Kunt u mij uitleggen waarom daar niet de boom van Nicolas Andri staat, maar een Tyrannosaurus Rex of iets dergelijks? Ja, zeer geleerde, hooggeleerde opponent, dank u voor de interessante vraag. Ja, bij deze moet ik u in ieder geval te kennen geven dat u de winnaar bent van de fles wijn, omdat u de eerste bent die het opgevallen is. Nou, dat is een interessant verhaal. Het gaat natuurlijk over de Semitaninus, dus de pees, en er zit het woord dino in. En we hebben neefjes die zijn dol op dino's. Dus ik dacht dat het een dino was, dus vandaar dat ik hem verstopt heb erin. Dus u krijgt de fles wijn. Ik begrijp dit antwoord volledig. Dank u wel. Dan wil ik eerst even met u spreken over hoofdstuk 4, hoofdstuk 3 met name, de klinische metingen. Even overzichtelijk, als ik het goed lees, heeft u eigenlijk in het hoofdstuk de betrouwbaarheid en de validiteit van het onderzoek van uw co-promotor getest. Dat zou je zo kunnen zeggen inderdaad. Ja, we hebben gekeken naar de betrouwbaarheid van onderzoek van co-promotor dokter Jansen. Want ja. Waarom heeft u geen tweede onderzoeker die patiënten laten onderzoeken om dit onderzoek wat meer body te kunnen geven? Ja,
Nou, ik denk dat de opzet van de studie was breder dan alleen het lichamelijk onderzoek. Dus er zit ook een heel stuk anamnese bij, denk ik, wat misschien nog wat interessanter is. Dat is denk ik mijn mening. Zeker gezien we patiënten hadden die lange tijd hebben moeten wachten tot ze bij ons op de poli kwamen, jaren mee rondliepen. Dus ik denk dat dat ook een boodschap kan zijn naar de eerste lijn, wat anamnesis eruit kunnen halen. En we weten dat het onderzoek van de voorste kruisband heel erg afhankelijk is van degene die nu uitvoert. Dus hoe goed ben je erin, hoe goed bedreven, hoeveel ervaring heb je, maar ook wat is de grootte van je hand, hoe sterk ben je, zijn allemaal factoren die meewegen uiteindelijk. Het is zo dat we hiervoor gekozen hebben om praktische aard om dit al best lastige traject dat deze kinderen door moeten doorlopen alvorens ze bij ons terechtkomen, wel enigszins vlekkeloos door te kunnen laten lopen. Dus het is ook om praktische aard met name dat we hebben gekozen voor één beoordelaar. Wat op zich jammer is, want het was interessanter geweest om meerdere mensen te laten beoordelen, omdat je dan ook meer het verschil kan zien tussen wie ervaren is en minder ervaren is. Ja, de generaliseerbaarheid wordt daar natuurlijk wel groter door. Ja. En is uw boodschap aan de eerste lijn nu poppend geluid doorverwijzen? Nou, als het kind aangeeft dat hij zich voelt knappen tijdens het ongeval, dan zou ik adviseren om het kind wel door te verwijzen. Als hij niet aangeeft dat hij iets voelde knappen tijdens het ongeval, weet de huisarts dan zeker dat hij niet moet doorverwezen? Nee, dan was de kans nog steeds 50% dat hij in onze groep in ieder geval. Wat is dus de waarde van het knappend gevoel in de eerste lijn? Nou, als het wel gebeurd is, dan is de kans zeer aannemend dat er wel een voorste kruisbandletsel is. En wat we willen proberen te bewerkstelligen is dat het de tijd van het ongeval totdat het kind een goede behandeling krijgt, die zo kort mogelijk is. Want hoe langer de periode is dat een kind een letsel oploopt en dat er nog geen therapie gestart is, is de kans met het meer doorzakken van de knie groot dat ze kraakbeen en meniscusschade krijgen. Dus als we handvatten hebben om ze sneller naar ons toe te krijgen, dan probeer je die aan te grijpen. Ja, dat laatste is wel uit de literatuur, maar heeft u zelf nu aangetoond dat delay een invloed heeft op de uitkomst? Heb ik niet in mijn eigen proefschrift aangetoond, maar er zijn wel studies waar ik wel naar refereer in mijn proefschrift die aantonen dat de tijd tussen het stellen van de diagnose en het starten met de behandeling op zich een risicofactor is, maar met name het aantal keer dat de patiënt door de knie zakt uiteindelijk voor bijkomende meniscus en kraakbeenletsel. Dat is dus misschien een nog belangrijker teken voor de eerste lijn dan dat knapje. Ja. Dank u. Ik wil ook nog even doorgaan op het hoofdstuk 4. Is dat? De predictors. En eigenlijk wil ik dan uw paraniem vragen stelling 3 voor te lezen. A steep tibial slope is associated with re-injuries in children and adolescents and should be analyzed prior to ACL reconstruction or revision ACL reconstruction. En dan lees ik zelf voor, bladzij 84. Lateral tibial slope was however not a discriminative factor for identifying risk of re-injuries. Heeft uw paranief nu net onzin zitten voorlezen of heb ik net onzin zitten voorlezen? Nou, ik moest natuurlijk een beetje een prikkelende stelling doen. Het is zo dat we de studie opgezet om te kijken of we in het diagnostisch een afkappunt konden vinden wat een risico geeft voor het krijgen van een nieuwe scheur. Dus stel je voor, van het is een sloop van 9 graden, dan is de kans zo groot dat je... Maar dat kregen we eigenlijk niet uit onze berekeningen. Terwijl we wel zagen dat er een significant verschil zit tussen de kinderen die een nieuwe scheur kregen in het algemeen, ten opzichte van de kinderen die geen nieuwe scheur kregen, dat de sloop iets anders is bij die groep. Als we dan naar die data keken, we zetten het op een rijtje, we zetten al die hoeken, dan zag je eigenlijk vanaf 7 graden, zeg ik even uit mijn hoofd, dat daar steeds significant meer kinderen kwamen met een nieuwe scheur. Dus dat is interessant, is dat blijkbaar hebben we nog niet voldoende power gehad in onze studie om aan te tonen dat het ook daadwerkelijk voorspellend is. Maar je ziet op een gegeven moment wel een verschil tussen de groepen. En als je het berekent, is er dus ook een verschil in die hoek. Dus ik denk dat het wel, gezien ook de literatuur bij volwassenen, en ik weet, u hebt er ook een studie over gepubliceerd, over de mate van tibia translatie en rotatie er optreedt, is wel een factor die we mee moeten gaan nemen. Maar de exacte rol daarvan in deze populatie weten we nog niet helemaal. Dus ik kan binnenkort een correctie in de Journal of Experimental Orthopedics tegemoet zien? Nou, ik heb het wel zo bij de conclusie geschreven, maar de titel die is ook weer gechargeerd. Dus het is gechargeerd 2 kanten op in dit verhaal. Ja. Nou, ik dank u voor deze discussie. Ik geef het woord graag weer terug aan de rector.
Dank u wel, professor Dieriks. Dan wordt de oppositie nu voortgezet door professor Hartgens. Hij is ook hoogleraar klinische sportgeneeskunde. En anders dan zijn toga doet vermoeden, is dat niet hier, maar aan de Universitair Medisch Centrum te Utrecht. Hij moet kennelijk nog zijn zwarte toga aanschaffen. Maar dat is nog te kort dag geweest, blijkbaar. Ja, aan u de vloer. Dank u wel, meneer de prorector. En ook voor uw advies gezien de toga. Ik hou me daarvoor aanbevolen. Ik vind het ook wel jammer dat ik de fles wijn niet meer kan winnen. Die is me net weggepikt. Maar geachte promovendus, ik wil u ook van harte feliciteren met het proefschrift wat voorligt. De uitgebreidheid die u daaraan besteed heeft, samen met uw team. En ik ben zelf sportarts, mijn hele leven heel veel in de voetballerij gewerkt. Bij alle drie de Limburgse profvoetbalclubs, ook de jeugd. Veel voorste kruismanletsels gezien. En dus dat onderwerp sprak me heel erg aan. En met name dat het over jongeren gaat. En daar zou ik graag met u een paar dingen bespreken. Het eerste wat me opviel, en kijk ik even naar hoofdstuk 8. Daar gaat het over inderdaad de recommendations voor day-to-day practice. Nou, dan verwijst u heel makkelijk naar het IOC-statement. Doe dat, dan doe je het goed. Maar denk één dingetje is extra. Dat is dat kinderen laat die niet eerder dan 12 maanden na een operatie pivoting sports doen. Nou, dan denk ik, gezien de evidence, dat hoor ik graag waarom we dat bedacht hebben. Ja, hoogleraar opponent, dank u wel voor de complimenten weer in eerste instantie. De evidence voor de 12 maanden terugkeer naar sport, die komen namen uit Australië bij Kate Webster. Die heeft ernaar gekeken in een groep. In wat de risico's zijn van het voor die 12 maanden later. Of zelfs bij 9 maanden al terugkeren. En wat we zien is dat die jongeren die bij 9 maanden al terugkeren, meer zoals bij volwassenen, aanzienlijk hoger risico hebben op het krijgen van een re-ruptuur ten opzichte van de 12 maanden. Nu is het wel zo dat ook weer recente studies van diezelfde groep laten zien dat misschien de timing niet eens zo heel veel uitmaakt, maar meer de testen die zij afleggen. Interessant is wel om te zien dat die jongeren die zijn succesvoller in het afleggen van die testen, dus die scoren hoger dan volwassenen, maar scheuren ook weer vaker een kruisband af. Dus misschien zijn we ook niet goed aan het meten. Dus dat is lastig en dat weten we eigenlijk gewoon nog niet. De eerste suggestie was toen we dit schreven, van die 12 maanden leek een beetje een heilig iets te zijn. En bij het laatste congres in Parijs had ze een heel mooi verhaal dat het waarschijnlijk niet zo heilig is. Ja, antwoord moet ik ook verder een beetje schuldig blijven. Ja, nou komen we daar nog wel even op terug, dank u. Want verderop in datzelfde hoofdstuk schrijft u dat tests zijn voor 16 tot 18-jarigen, voor 12 tot 16-jarigen en voor kinderen onder de 12 jaar. En als je dan kijkt wat u op pagina 18 aangeeft, dat eigenlijk the most revisions are performed in children aged 13, 15 years. Nou, vind ik dat een interessante groep om daar eens even verder op te gaan. Want u op in te gaan. Want u geeft daar voor die leeftijdscategorie adviseert u een testbatterij. Dat is de hoptest, de movement quality en een paar prompts, speciaal voor de kinderen. Maar als ik dan kijk naar dat term movement quality, dan ben ik toch heel nieuwsgierig wat daar nou precies mee bedoeld wordt. Want ik ben sporter, ik ben ook fysiotherapeut in een verre verleden. Dus ik heb heel veel met die bewegende mensen en heel veel testen gedaan. Dus we horen eens heel graag wat ik als bij deze groep, met name die 12 tot 16 jaar daaronder moet verstaan en wat ik dan moest testen. Ja, die movement quality is een beetje een overkoepelende term die we ook gebruikt hebben in die scoping review om een aantal heel veel uiteenlopende testen wat te bundelen. En het belangrijkste denk ik is dat we daarin de focus leggen, en dat doen we ook bij die consensus schrijver erover, dat we uiteindelijk toe willen naar sportspecifieke oefeningen, waarbij we ook vastleggen hoe die kinderen of adolescenten die bewegingen uitvoeren. En die bewegingskwaliteit, hoe dat dan gaat tijdens sportspecifieke oefeningen, is denk ik wel heel belangrijk. Omdat zeker bij pivoterende sport, die natuurlijk die dynamic focus wil voorkomen, als ze daar telkens inschieten, dan is die bewegingskwaliteit nog niet goed genoeg. En dan wil je ze daar eigenlijk voor beschermen. Maar hoe moet ik dat in de praktijk dan gaan meten en testen? Dat is dan heel gespecialiseerde kennis. Ja. Nou, er zijn al niet zoveel centra in de wereld en zeker niet zoveel fysiotherapeuten moeten. Hoe ziet u dat voor zich om dat in de praktijk toe te kunnen passen? Nou, dat is dus het lastige. En hebben we met die consensus meeting wel geprobeerd invulling aan te geven dat in principe in normale fysiotherapeutische praktijken je
deze protocollen zou moeten kunnen uitvoeren. Waarbij er wel consensus was dat die bewegingskwaliteit erbij hoort. Dus dat staat ook beschreven bij die return to sport box in die consensus. Mm-hmm. Dat er dus videoopnames moeten worden gemaakt om te kijken hoe ze die bewegingen uitvoeren. Specifieke metingen zitten daar naar mijn weten niet bij. Van hoe ga je dan meten wat de landingskarakteristieken zijn, zoals in die scoping review wel zagen. Ja, ja. Ja. Maar dat is wel een spanningsveld, want idealiter zou je het meer kwantificeren. Ja. Maar dat is ook niet weggelegd in alle praktijken. Nee, juist. Nou goed, maak meteen de stap naar wat verder doordenken. Gisteren had ik ik werk nu sinds kort in het UMC Utrecht. En we hebben nauwe samenwerking met de KNVB, de Voetbalbond. En daar waren we over de onderzoeksagenda voor de komende jaren. Nou, toeval of niet, daar kwam met name voorste kruisbandletsel bij de jongeren ter sprake. Dat is misschien een maatschappelijk belangrijk thema. Dat zult u voor ongetwijfeld niet ontkennen. Maar toen daar hadden we ook zoiets van, ja, wat weten we daar nou van? Ik zeg, nou, daar weet ik morgen meer van. Maar waar moeten wij ons op gaan focussen? Waar moeten wij dan onderzoek naar gaan doen? En waar helpen we die jongeren mee? Nou, ik denk, dit is het ideale gremium om hier eens even wat ideeën op te doen. We hebben ook bevestigd door uw co-promotor. Die zit vol met ideeën, die jongen. Dus, ik denk dat we nu in ieder geval een basis hebben gelegd met het vaststellen welke uitkomstmaten we kunnen gebruiken. Tot op zekere hoogte, want daar is denk ik ook nog wel discussie over. En dat we die nu kunnen gaan gebruiken om ook bepaalde zaken daadwerkelijk vast te gaan stellen. Welke operatietechniek kan je best gebruiken afhankelijk van de fysiologische leeftijd? Hoe moet zo'n revalidatieprotocol eruit zien? Welke testen moet je doen? Maar dat is een enorm palet. En het is ook een enorm gevarieerde populatie natuurlijk. Van de kinderen tot aan de eindstadium adolescenten. Ja. Maar ik wil van u graag horen, waar moeten wij ons nu op gaan richten met onze onderzoeksagenda? En liefst ook nog dat we dat kunnen implementeren in de sport. Nou, psychologie. Wat zijn voor u de psychologie. De psychologie? Ja, dat denk ik. Dat vraagt u aan een dokter. Ja, zeker. Ja, maar ik denk dat de psychische factoren bij die jongeren en de ouders een ontzettend belangrijke rol speelt in de revalidatie, het herstel en ook het risico. En dat we daar weten we wel wat van. We weten dat kinesiofobie uiteindelijk een belangrijk risicofactor is voor het krijgen van een nieuwe scheur. Maar dat daar nog wel veel meer uit te zoeken is. En dat gaan we ook doen, dat soort dingen uitzoeken. Maar ik denk dat een van de interessantste facetten gaat zijn. Ja, ik kan er wel mee. Ik heb nog 10 seconden, wil nog één ook meer een somatisch thema. Hebt u nog 5 seconden voor? Somatisch thema, de laterale extraticulaire tenodesis. Ja, okay. Dank u voor uw antwoorden, ik ben er helemaal tevreden mee. Ja, ik weet niet of we daarmee terug kunnen komen bij de KNVB. En zeg, ik weet het nou, de oplossing, we moeten een psycholoog hebben. Daar hebben ze u waarschijnlijk niet voor ingehuurd. Maar dat is een ander verhaal. De oppositie wordt nu voortgezet door professor Robben. Hij is radioloog en speciaal op het gebied van de kinderradiologie. En als hoogleraar heeft hij de leeropdracht medische beeldvormend onderwijs. Professor Robben is vandaag tevens secretaris van deze commissie. Het woord is aan u. Geachte promovendus, uiteraard gefeliciteerd met uw boekje. Prachtig werk en uiteraard ook uw promotoren en co-promotoren. U heeft voldaan, als je dit boekje zo leest, aan alle voorwaarden die aan wetenschappelijk onderzoek verbonden zijn. Hoewel we daar straks natuurlijk wel over gaan vergaderen of we dat allemaal vinden. En ik heb begrepen dat het de sport is om in dit bijna perfecte boek, kleine oneffenheden te vinden. Want er zijn flessen wijn te verdienen. Dat heb ik toch even mijn best gedaan. Dan gaan we naar pagina 88. Waarvan ik toch zeker denk dat een fles wijn waard is. Waarschijnlijk van veel mindere kwaliteit. Als we net boven het plaatje kijken, dan verwijst u naar een aantal artikelen. En die referenties kloppen niet helemaal. Goeie. Dus ik ben benieuwd wat ik hiermee verdien. Ter zake. Elke promovendus die van de drukker zijn boekje terugkrijgt en dat openslaat, die ziet een fout en die zegt dat is de schuld van de drukker. Die gaat naar het originele manuscript. Het is je eigen fout. Gaat iedereen gebeuren. Ik ben blij dat ik iets heb kunnen vinden bij u. Maar laten we even naar hoofdstuk 4 gaan, want ik ben radioloog. En daar beschrijft u een vrij primitieve techniek om de lengte van de autograft pezen van de semitendinosus en gracilis te bepalen door middel van te kijken naar de lengte van de patiënt. Nou lijkt het mij toch vrij eenvoudig om de lengte en de dikte van de pees preoperatief vast te stellen met bijvoorbeeld een simpel onderzoek als echografie. Is u dat niet zo verwogen? Hoogleraar opponent, dank u wel voor het vinden van een fout in mijn proefschrift. Graag gedaan. Zeer gewaardeerd.
Nou, er zijn studies die hebben gekeken met name een MRI. Want die patiënten krijgen allemaal een MRI voorafgaand aan de operatie. En daar zijn studies gedaan die kijken met name naar de cross-sectional area van die pace. En daar kan je inderdaad ook mee voorspellen. Daar wijs ik ook al naar in het proefschrift. Wat denk ik interessant is dat puur kijkend naar iets simpels als lichaamslengte. En ik moet zeggen, daar maken wij in de praktijk vaak ook al gebruik mee. Is dat je al gaat nadenken over, oké, we hebben wat kleinere patiënten. Misschien moeten we die tweede pace ook maar even opzij houden. En dat we die ook kunnen gaan gebruiken. Dus relatief praktisch qua opzet. Want die metingen zijn wel best lastig om dat te doen. En ik denk dat dit zijn natuurlijk operaties die vrij veel plaatsvinden. En als de radioloog moet gaan belasten met het meten van elke hamstring pace. Weet niet of dat goed is voor onze relatie in het ziekenhuis. Maar dat is misschien ook een andere discussie. Oké, dus u vindt het niet echt van praktisch nut. Het is natuurlijk wel zo, u zegt dat de lengte heel belangrijk is, maar de lengte op een MRI. MRI heeft natuurlijk een beperkt field of view. En met semitendinosus en een gracilis vraag ik me af of je de hele lengte kunt bepalen. Op standaard knie MRI denk ik niet. Nee, daar zit er meer op de cross-sectional area die je wel kan bepalen. Als je de hele lengte wil hebben, dan moet je inderdaad verder naar proximaal de MRI doormaken. Maar ja. Dus. Dat zou het mij echt wel kunnen. Maar goed dat u aan mij denkt, dat is in de dagelijkse praktijk. Dat stel ik heel erg op prijs. Nu we het toch over beeldvorming hebben. In hoofdstuk 5. Dan doet u een heleboel metingen. Daar heb ik zelfs artikelen over moeten opzoeken. Want dat zijn metingen die je in de dagelijkse praktijk eigenlijk niet doet. Twee dingetjes. De verticale tibiale as. Die wordt op een, mijn zinziens, heel merkwaardige manier gemeten. Zowat metafysair. Terwijl de mechanische belasting van de tibia natuurlijk over de hele lengte gaat. Dus is dat überhaupt wel een maat voor de krachten die heersen in die knie? Moet je niet de hele tibia nemen? En of we dan een MRI nemen vaak van die tibia of een gewone foto? Dat is de vraag. Ja, dat is een interessante vraag. Daar heeft Robert Laprade onlangs ook wel een interessant stuk over geschreven. Dat je idealiter de sloop, als je de as wil weten, het hele onderbeen op de foto moet zetten om je sloop te kunnen bepalen. Nu is er wel zo, er is onderzoek gedaan, weet ik, de auteur heeft niet van uit mijn hoofd, maar die heeft wel gekeken naar de relatie tussen het meten van de MRI, wanneer je deze methode doet, ten opzichte van een hele foto waar het hele onderbeen op staat. Dus daar zit waarschijnlijk wel een verschil in die sloop die je meet. Dat daar refereren we ook aan in de discussie, dat je niet één op één moet zeggen, de sloop op de MRI is dit en de sloop op de foto is dat. Dat je dat één op één over kan nemen, dat denk ik niet. Maar dit is natuurlijk meer praktisch gezien. We hebben zo'n MRI, heeft iedereen tot zijn beschikking. En je kan wel iets zeggen over de sloop ten opzichte van het metafysair gedeelte van hoe die tibia loopt. Dus op praktische aard zou je kunnen zeggen, oké, we hebben deze MRI. En we weten als we deze meting op deze manier doen, dat die wel een voorspellende waarde hebben voor de dagelijkse praktijk. En dat is anders dan de hele anatomie netjes meten, wat wel interessanter is en wat we ook wel willen gaan doen. Maar dit is nu voor praktische aard wel toepasbaar voor de dagelijkse praktijk. Ja, dat begrijp ik. Dat is praktisch. En dan laat je eigenlijk de pathofysiologie in het midden en dan kijk je naar de praktische toepassing daarvan. In het verlengde daarvan, en dat vind ik eigenlijk ook wel belangrijk, en ik weet ook niet hoe ik het op moet lossen hoor, maar ik ben nogal goed in ideeën, dus daar maak ik dan ook maar even gebruik van. Een MRI wordt gemaakt in liggende positie, licht gebogen. En het trauma op het sportveld is met gestrekt been, veel krachten en in staande positie. En dan kom je weer in dat verschil uit tussen wat zie je op het plaatje en wat is de mechanica daarachter. Kunnen we daar nog wat veranderen, verbeteren? Moeten we daar rekening mee houden? Zou die hele anatomie in staande positie niet heel anders zijn dan een liggende positie? Denk aan de translatie van de tibia ten opzichte van het femur bijvoorbeeld. Ja, dat is een interessante gedachtegang en ik denk dat ook wel iets is waar we in ieder geval in de toekomst wel naar gaan kijken. Maar voor nu is wat we gedaan hebben met deze metingen zijn echt statische gedeelte van de knie meten. Dus we hebben gekeken naar de hoek van de tibia hoe die staat en de vorm van het condiel. En dat verandert niet wezenlijk wanneer je staat of ligt of zit. Die vorm blijft eigenlijk hetzelfde. Het is wel de relatie tussen twee botten, die verandert natuurlijk wel. Maar die relatie specifiek hebben we niet uitgezocht in deze studies. We hebben echt puur gebaseerd op het statische, wat kan je nu meten in de MRI. Maar wanneer daar beweging in komt, zal zeker die relatie ertussen wel anders zijn. Maar de vorm verandert niet. Nee, dat valt een beetje onder het hoofdstuk van roeien met de riemen die je hebt. Want je hebt de MRI nou eenmaal. Oké. Ik heb nog wel even tijd voor een andere vraag, denk ik. En dat gaat over hoofdstuk 3 ook.
U heeft dan onderzoek gedaan, een lichamelijk onderzoek. En dan haalt u de KT-1000 artrometer ook bij. En die heeft weliswaar een positief voorspellende waarde, een negatief voorspellende waarde van 97% en 88%. We leven bijna in utopia. En op pagina 53 in dat hoofdstuk schrijft u dat de MRI als referentietest gebruikt werd vanwege de goede sensitiviteit van 95% en een specificiteit van 88%. Nou zijn sensitiviteit en specificiteit natuurlijk niet volledig vergelijkbaar met PPV en NPV, maar positief voorspellende waarden en negatief voorspellende waarden zijn klinisch natuurlijk veel belangrijker dan sensitiviteit en specificiteit. Begrijp ik nu dat de KT-1000 artrometer de nieuwe niet-invasieve gouden standaard is, getalsmatig? Of zie ik iets over het hoofd? U heeft nog 30 seconden. Nou, ik durf niet te zeggen dat u iets over het hoofd ziet. Maar we vergelijken met de MRI. Dus eigenlijk vergelijken we de KT-1000 ten opzichte van de MRI. Dus ik kan niet zeggen dat de KT-1000 in plaats van de MRI moet. En bovendien heeft de MRI nog heel veel andere meerwaarden natuurlijk bij de voorste kruisband. Maar wat we wel zagen is dat die heel betrouwbaar is. Zeker als je ook kwantificeren wat de mate van instabiliteit is. Dank u wel. Ik geef graag het woord terug aan de voorzitter. Dank u wel, professor Robbe. Ja, over die foutjes in proefschriften, daar kom je af en toe weer een stelling tegen. Die wordt regelmatig opgepoetst en de luidt dan, het laatste foutje in een proefschrift bestaat niet. En dat is waar. Goed, dan gaan we nu over tot de oppositie door dokter Folen. Folen, ja. En hij komt uit Eindhoven, hij zal dus wel ingenieur zijn. En hij heeft daar de rol van universitair hoofddocent. Dr. Folen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte promovendus. Ja, ik ben natuurlijk een beetje de vreemde eend in de bijt. Ik heb wel met veel plezier uw proefschrift gelezen. Wil u daarmee van harte feliciteren, ook uw team. Toen ik aan het lezen was, besefte ik me dat ik in een team kom te zitten in de oppositie met eigenlijk alleen maar medici. Dus ik was eigenlijk op zoek, terwijl ik las, naar termen waar ik blij van word. En ik vond er een paar. Ergens in hoofdstuk 2, op pagina 53, gebruikt dit woord algoritme. En toen werd ik al vrolijk. Verderop in het proefschrift staat er een hele paragraaf over digital twin. Terwijl u dit proefschrift schreef, weet ik niet of u toen al wist dat er een techneut in de oppositie zou zitten. Maar als u daar een paragraaf aan wijdt en er zit een techneut in de zaal, dan wil hij daar wel veel over weten, ja. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Ook omdat ik het zelf eigenlijk niet zo goed weet. Digital twin is een beetje een buzzword geworden. Net als tissue engineering 35 jaar geleden. Daar zijn we echt helemaal niet opgeschoten. Dus gaat dit ook zo'n lege huls worden of is dit wel iets? Dus helpt u mij. Wat gaat dat worden? Hoe ziet dit er over een jaar of 15 uit? Wat is mijn rol daarin geweest? En wat kunt u daarin betekenen? Nou, zeer geleerde opponent. Dank u wel voor de complimenten wederom en voor deze interessante vraag. Nu heb ik in mijn eigen onderzoek natuurlijk niet gekeken naar digital twin of dat soort toekomstige toepassingen. Uiteindelijk, wat ik in ieder geval schrijf in het einde van mijn discussie, is dat ik wel denk dat dit de toekomst is. Maar uiteindelijk, ik kan ook geen toekomst voorspellen. Dus of het een lego huls is, weet ik ook niet natuurlijk. Maar dat we uiteindelijk heel veel data per patiënt gaan verzamelen, meer dan we nu doen. En zeker bij deze groep waar je weinig patiënten van hebt, waar je heel veel wil meten, want we willen van alles meten bij deze groep, moeten we uiteindelijk wel een model hebben waar we alles in kunnen stoppen. Want ik denk dat we daar heel simpel uiteindelijk met klassieke statistiek misschien niet eens meer makkelijk uit gaan komen als we zoveel variabelen ergens in stoppen. Dus uw werk met pezen, dat soort dingen, komt er ook allemaal in. Ons werk vanuit de klinische praktijk, wat voor operaties we doen. Dus ik denk dat we die hele samenwerking van de hele linie vanaf het begin op het voetbalveld tot uiteindelijk wat we aan basale wetenschap hebben. En dat moet allemaal gecombineerd gaan worden. En ik denk dat daar uiteindelijk de grote meerwaarde in gaat zitten. En daarmee heb ik dus goede hoop dat we zoiets als een digital twin of dat soort toepassingen uiteindelijk ons verder gaan brengen. Ja. Maar en als we dan iets concreter gaan denken. Hey, ik wil daar vandaag mee starten. Wat is dan volgens u, wat zijn dan de parameters waar ik eigenlijk mee zou moeten beginnen? Nou, ik heb in de discussie ook een overzicht gegeven van, ik in ieder geval vind dat we klinisch als parameters erin moeten zetten. Heb ik een figuur gemaakt van wat we moeten meten. Nu denk ik dat ik er wel weer 2-3 dingen bij zou kunnen doen op basis van de laatste literatuur. Maar dat is één facet. Ik denk dat er met name veel meer bij deze, want als we het echt over deze specifieke groep hebben, dat we veel meer informatie moeten hebben voor het meten over de fysiologische toestand van deze kinderen. Hoe zijn ze hormonaal en wat gebeurt er
bijvoorbeeld met de ligament, als we het over de operatieve groep hebben, in die knie. En daar weet ik dat daar zijn we al mee bezig op de TU. Maar dat is denk ik bijzonder interessant om mee te gaan verder te gaan. Ja, ja, want wat mijn angst is daarin een beetje dat als we gaan kijken naar we hebben bepaalde parameters, die stoppen we in een model, hè, big data. En uiteindelijk volgt daar een goede correlatie uit. Oh, we hebben nu persoon X. We kijken in de big data. Oh, die lijkt op persoon A van destijds. Dan zal hetzelfde wel ongeveer gaan gebeuren. Dus dat is heel erg voorspellen op basis van statistiek. Maar dat duurt verschrikkelijk lang voordat we daar zijn. Want die grote aantallen, dan zitten we misschien wel 500 jaar verder voordat we die hebben. Dus nogmaals, de uitdaging, iets concreter. Wat gaan we snel doen? En misschien de vraag anders stellen. Wat willen we proberen op te lossen? Wat is nou het belangrijkste? Wat is nou de revolutie die plaats moet vinden in ACL-reconstructie? De revolutie die daar... Misschien moet ik even beginnen met het eerste gedeelte van de vraag nog. Hoe gaan we het probleem van de hoeveelheid data oplossen? Dat proberen we nu te doen door mee te werken in die PAMI-registratie. Dus die Europese registratie vanuit heel Europa. Al die kinderen met heel veel gegevens, klinisch met name, maar ook operatief, allemaal instoppen. En ook over de lange termijn de follow-up doen. Dus die aantallen, ik wil niet zeggen dat het hard loopt. Maar op die manier proberen we het in ieder geval vorm te geven dat we zoveel mogelijk kunnen doen. En in de Verenigde Staten doen ze precies hetzelfde. Dus dat is in ieder geval heel goed. Het tweede gedeelte van de vraag, wat is revolutionair nu of wat gaat revolutionair zijn in VKB-land? Kijk, de afgelopen 10 jaar heeft denk ik in het teken gestaan van de extraarticulaire tenodesis of ALL. En nu komt de VKB-repair weer terug, of dat is een beetje teruggekomen. Maar of dat allemaal helemaal zalig maakt is, weet ik niet. Want ik denk dat we steeds meer gaan zien hoe complex die hele situatie is. En dat we, net hebben we natuurlijk een stukje psychologie al aangekaart. Dat het zo'n uitgebreid biopsychosociaal model is uiteindelijk waar we rekening moeten houden. Zeker bij deze populatie. Dat ik niet kan zeggen van dit is de volgende revolutie. Maar ik denk dat we nu net uit het stukje komen van de extra-articulaire tenodesis. Wat nu doorvloeit in die kinderpopulatie. Waarbij we wel nu 2-3 recente artikelen zien. Die laten zien dat de re-ruptuurrisico's kleiner worden bij die kinderen. Maar bijvoorbeeld van de repair-technieken, dus het repareren van de kruisband. Daar is in ieder geval bij deze populatie nog niet het boek over gesloten. Dus ja, dat brengt me inderdaad bij de volgende vraag. Want het is interessant dat al genoemd werd. Psychologie is uw volgende strategie om verder te komen. Hoe vangen we dat digitaal? Nou, heel simpel beginnen we ook gewoon met vragenlijsten mee. Dus kinesiofobie, return to sports, readiness zoals dat heet. Er zijn catastroferen, dat soort zaken, die willen we natuurlijk gaan bekijken. Maar uiteindelijk ook kwalitatieve interviews. En we hebben een nieuwe onderzoeker die dat gaat doen. Dus dat is ook interessant. Dus ik denk dat daar ook heel veel in te halen is. Ja. Misschien iets specifieker, want ik zag aan het begin van uw proefschrift, vrij vooraan, dat u eigenlijk cliënten probeert, of patiënten moet ik eigenlijk zeggen, nou soms zijn het ook cliënten, dat u die probeert te categoriseren. U gebruikt daar 3 categorieën voor. En ik zag daarbij dat voornamelijk groei een belangrijke factor is. Eerste vraag, ik weet dat niet. De groei van de kruisband zelf, verandert die in lengte en tot wanneer gebeurt dat ongeveer? Ja, groeit dus de categorisering die we gemaakt hebben is vooral op basis van fysiologische leeftijd van de patiënt. Dus dat wordt dan gedaan aan de hand van die zogenaamde Tenner-classificatie. Die zegt dan iets over hoe puberaal ben je al of ben je al voorbij. Dus daar wordt van oudsher de indeling op gemaakt. En daar is ook wel wat. Daar moet je in ieder geval denk ik, zeker gezien de revalidatie, ook rekening mee houden. Wat er gebeurt met die voorste kruisband is, daar staat in de introductie ook een grafiekje van in. Wat er gebeurt qua lengte en cross-sectional area, hoe dat gaat en verhouding heeft ten opzichte van de groei van de rest van het skelet. Dus waarbij je bijvoorbeeld ziet dat de dikte sneller toeneemt dan de grootte van de knie, zou ik maar zeggen. Waardoor je dus een periode hebt waarbij die vaak ook niet scheurt, maar die juist een eminentia fractuur krijgt in plaats van een voorste kruisband scheur. Dus dat is wel bekend. Oké. Want ja, die lengte heb ik inderdaad dan gemist. Dat is mijn fout. Als die langer wordt in de groei. Ik zal heel kort maken proberen. We weten eigenlijk denk ik een klein beetje voor oudere patiënten wat er gebeurt in het remodeleringsproces. Uw co-promotor heeft daar heel veel al studie naar gedaan. Maar dat weten we niet van die jonge populatie. Dus we kunnen van alles in die digitale versie stoppen van die patiënt.
Maar als dat anders loopt, en daar lijkt het op, 30% versus 10% scheurt hem opnieuw, dan hebben we eigenlijk een groot vraagteken wat we niet kunnen oplossen. Wat kunt u zeggen over het remodeleringsproces van kinderkruiswanden? Nou, ik denk dat de literatuur... Als het kan, graag kort, want ja. We hebben nog een opponent en ik vrees dat de pedel al in de startblokken staat. Oh, ik zal opschieten. De literatuur staat niet heel eenduidig over. Ik weet dat u onderzoek hebt gedaan naar het type 1 collageen, hoe actief dat is bij de jongeren en daardoor meer remodelering krijgt en misschien ook daarmee de boel verstoort juist. We weten wel dat die voorste kruiswanden, als het kind groeit, langer en dunner wordt. In ieder geval. Maar wat daar precies mee gebeurt, dat is nu wel een reden, zeker een onderzoek voor verder onderzoek. Oké. Okay. Ja. Dank u wel. Ik geef het woord graag terug aan de rector. Dank u wel, dokter Voorn. Dan wordt de oppositie nu voortgezet door dokter Whitlock. Zij is orthopedische chirurg en Maastricht Universitair Medisch Centrum. Als ook lid van de manuscript beoordelingscommissie. Dokter Whitlock. Geachte promovendus, ook ik wil u natuurlijk van harte feliciteren met dit werk, evenals uw team. Ik ben wel nieuwsgierig naar of de voorkant van dit proefschrift inmiddels bij u in de woonkamer hangt. Dat lijkt me buitengewoon interessant voor u, maar daar kunnen we op een later moment op terugkomen. Graag wil ik met u van gedachten wisselen over hoofdstuk 6, over de patient-related outcome measures die u beschrijft. Kunt u ons meenemen in de grootste verschillen tussen de PD-IKDC en de volwassen IKDC? Ja, zeer geleerde opponent, dank u wel. De verschillen zitten met name, er zijn twee studies gedaan vanuit Denemarken. Eentje die heeft gekeken naar de COAST en de andere is vanuit de Verenigde Staten die heeft gekeken naar die IKDC, naar de begrijpbaarheid van die vragenlijst bij jongeren. En je ziet dat de begrijpbaarheid, maar ook eigenlijk het format van die vragen, die zijn niet geschikt voor jongeren. Want die vragenlijsten zijn vaak eigenlijk geschreven voor ouderen met knieartrose. Dus die vragen zijn vaak ook niet één op één goed te relateren voor jongeren. Want daar gaat meer over spelen en over sport. Terwijl heel veel van die vragen gaan veel meer over ouderen met knieklachten. En de taal is te ingewikkeld voor die jongeren. Dus daar zit denk ik al het grootste euvel als je die wil gebruiken bij jongeren. Dus daarom is die modificatie geweest naar die PD-IKDC. Dus die kindervariant en de COAST Child. Die COAST variant voor kinderen. Waarbij dus ook met name dus die vraagstelling, type en de voorbeelden veranderd zijn en de taal begrijpelijker is gemaakt voor die jongeren. En daar zit zeker winst in om ze beter te kunnen begrijpen en te relateren voor de dagelijkse praktijk. En heeft u, net zoals andere ideeën die u net al geopperd heeft, een goed plan over hoe we dat proxyprobleem bij kinderproms kunnen gaan omzeilen? Ja, ik weet niet zo goed of het echt een probleem is. Ik schrijf bij die eerste discussie schrijf ik nog redelijk stellig op als echt een probleem. Bij die tweede studie van die HSS-pedisch vastvragenlijst die we dan valideren, laat ik wel toe dat de ouders meehelpen. Dus ik creëer daar een proxyprobleem. Dat is op zich iets interessants om eens uit te zoeken in hoeverre dat bij deze populatie echt een rol speelt. Maar ik denk dat de gros van die kinderen die een kruisbandscheur krijgt, zit al voorbij die periode dat ze die ouders echt nodig hebben om die vragenlijst in te vullen. Dus het is misschien hier iets minder interessant in deze populatie, maar of er verschil zit tussen kinderen als ze zelf die vragenlijst invullen of als de ouders helpen, dat is nog wel interessant om uit te zoeken. En dat zouden we redelijk makkelijk kunnen doen. Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. En daarnaast vroeg ik me af, denkt u dat die vragenlijsten ook gaan helpen om een blik in de toekomst te kunnen werpen wat er nu gebeurt met kinderen die kruisbandletsel hebben en hoe zich dat vervolgens vertaalt naar eventuele artroseontwikkeling? Of u dat aan elkaar zou kunnen relateren? Of die uitslagen zeg maar in de eerste jaren voorspelbaar zijn voor het krijgen van een nieuwe van een artrose op de termijn, weet ik niet. Ik denk dat die uitslagen van die knievragenlijst met name ook samenhangen van de ernst van het letsel. Dus als iemand veel ernstige letsel gehad heeft, een moeilijke revalidatieperiode, die score zal sowieso lager zijn. Maar daarmee misschien de kansen ook alweer groter zijn als ze op jonge leeftijd artrose krijgen natuurlijk. Anderzijds kan er ook heel veel bewegingsangst zijn, klachten die we minder goed kunnen koppelen, misschien meer patellofemoraal van aard, die ook kunnen zorgen dat die kniescores lager zijn, maar die je misschien niet weer kan koppelen aan artrose op lange termijn. Dus dat weten we ook nog niet. Maar dat is denk ik wel interessant. En er moet op een gegeven moment een moment komen dat je natuurlijk van die kindervragenlijsten overgaat op die volwassen vragenlijsten. Nou, dat zou ik denk ik bij jonge volwassenen doen, want die zijn wel om te rekenen, die twee vragenlijsten naar elkaar. Maar de voorspelbaarheid daarvan weten we natuurlijk nog niet. Nee. En u stelt op bladzijde 108 heel duidelijk dat u in hoofdstuk 6 een antwoord wil gaan geven op welke vragenlijst de klinicus in de praktijk nou moet gaan gebruiken.
En toen ik vervolgens uw antwoord daarop las op bladzijde 118, dacht ik, dat past helemaal niet bij deze promovendus. Het bleef een beetje een vaag antwoord. Gelukkig las ik in de titel iets anders. Maar kunt u mij nou adviseren wat ik moet doen in de dagelijkse klinische praktijk? Voor de knie zou ik bij de jongeren de PDI-KDC gebruiken. Voor de fysieke activiteit de H6-PDFabs in ieder geval. En dat is het tot nu toe wel een beetje aan wat de belangrijkste gevalideerde vragenlijst in deze populatie. Je kan nog de Child Health Questionnaire voor kwaliteit van leven nog gebruiken. Alles dat we daarnaast gebruiken aan een Techno Scale, aan een ACL, RSI Scale, dat soort dingen, die zijn niet echt gevalideerd voor jongeren. Dus dat blijft nog een beetje in het midden, maar die eerste twee sowieso. En kunt u mij ook nog adviseren hoe ik beter zicht krijg op de psychische component waar u eerder naar relateerde? Nou, kinesiofobie gaan meten met Tempa. Ja, de vraag was echt gesteld voordat de pedel binnenkwam, dus u mag heel kort antwoorden. Ja. U mag ook helemaal stilzwijgen vervallen. De Tempa skill zal gebruiken, in eerste instantie. Dank u wel. De microfoon. Dan is hiermee de gelegenheid voor het beantwoorden van vragen en voor de verdediging van uw proefschrift voorbij. De commissie gaat zich terugtrekken voor beraad. En ik verzoek u en uw gezelschap de uitkomst van het beraad en onze terugkeer hier af te wachten. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. Long road to the south side. 10 miles in my rearview mirror, I know what it felt like. My goal's only getting clearer, east side to the west side. No place like home, if it's questions that you've got, go the extra mile and die. All your time, 'cause I'll go the extra mile. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror. I know what it felt like. My goal's only getting clearer. East side to the west side, no place like home. If there's questions that you've got, go the extra mile and die. On the dash, got my laces tied. Long road, I don't waste no time. Break rules because fate decides. With the team and we chase the light. I make a move, fall down, shake it off. I hate to lose, bad branch, break it off. No room for negativity, praise and love. Prepare for deep park cause we're taking off. Get the mileage, traveling so far. No place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and die. Long road to the south side, 10 miles in my rearview mirror. I know what it felt like. My goal's only getting clearer. East side to the west side. No place like home. If it's questions that you've got, go the extra mile and die. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
fly by now, don't waste all your time. Cause I'll go the extra mile.
Meneer de Promovendus, de commissie heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en over de wijze waarop u dat heeft verdedigd. En op grond van haar positief oordeel over beide en gelet op de vroeger door u afgelegde examens, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat, de gevraagde dokterstitel, toe te kennen. De hoogleraar Van Rijn is gemachtigd u met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Voor je het krijgt, zult u eerst iets moeten beloven. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zal gaan? Eerlijk, zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk. Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hier bij u, Martijn Dietvorst, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul, door rector, secretaris en de overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Ja, dokter Dietvorst, ik ben de eerste die je mag feliciteren met dit fantastische resultaat. En ook dit heb je gedaan tijdens je opleiding. Het is wat dat betreft denk ik ook heel bijzonder, want het is ook nog een heel bijzonder onderwerp. En het is niet een onderwerp dat heel erg gewoon is. Dus er zijn allerlei facetten die het eigenlijk heel bijzonder maken. Felicitaties natuurlijk ook namens het promotieteam. En de felicitaties aan de familie, vrienden en kennissen. Jouw onderzoek. Ik zat even te denken, wanneer hebben we elkaar het eerst leren kennen? Dat is eigenlijk een aantal jaren geleden. En met name toen Rob en Marieke zeiden dat je bezig was met onderzoek naar kruisbonden bij kinderen. En het eerste wat natuurlijk opviel is je enorme enthousiasme wat je hebt. En ook de mogelijkheden die je allemaal ziet. En eigenlijk is dat vandaag ook weer naar voren gekomen. De mogelijkheden zo meteen voor allerlei ander onderzoek te gaan doen. En in het begin van het onderzoek denk ik ook dat er zoveel mogelijkheden waren, dat het voor jezelf ook belangrijk was om te zeggen van nou, wat ga ik nu echt doen en wat ga ik niet doen? En wat voor rode draad komt er eigenlijk uit? Hoe gaat het boekje eruit zien? En de presentatie die je net gehouden hebt, vond ik fantastisch, waar je heel duidelijk laat zien het belang van de verschillende onderzoeken en hoe die ook complementair aan elkaar zijn. Een aantal items die me opvielen was je creativiteit. En die creativiteit gaat ook nog gepaard met een soort energie en een positiviteit. Wat heel belangrijk is, dat je soms ook niet in je creativiteit vastloopt, maar dat je de kansen ziet en ze ook benut. Misschien in het begin soms een beetje een valkuil, denk je, met al die creativiteit en al die kansen. En ga ik ze nou afronden, ga ik ze nou niet afronden. En een van de items die je heel goed hebt ontwikkeld en geleerd eigenlijk, is die creativiteit om te zetten tot daadwerkelijk daden. En het proefschrift mag daarvan een duidelijk voorbeeld zijn. Maar om dit proefschrift, wat jij geschreven hebt, nog samen te zetten, is het nog iets anders. En dat is samenwerken. Je moest samenwerken met een ander ziekenhuis in Aarhus. Je moest daar de data ophalen. En ik merkte eigenlijk dat die samenwerking je ook energie gaf en dat je er ook nog vriendschappen van maakte. Dus samenwerken is eigenlijk bij jou niet iets van dat je zegt van nou, er zitten belangen en we moeten die belangen dienen, maar samen creëren. En dat maakt het ook zo heerlijk om met je samen te werken, omdat je de ander ook energie geeft. Heel, heel bijzonder. En dat heb ik eigenlijk ook teruggezien, dat je studies moest doen op de lagere school. Hoe krijg je nou kinderen enthousiast? Hoe krijg je zo meteen al die kinderen dat ze meedoen, dat ze de data geven? Het is best een hele serie die je uiteindelijk op lagere en middelbare scholen hebt gehaald. En het ook een aardig wat je dan weer doet, is dat je probeert ook weer iets terug te geven of je gaat presentaties houden om ook, laat ik zo zeggen, de dankbaarheid die je daarmee hebt ervaren weer geeft. En ik
heb het idee dat mensen dan eigenlijk alleen maar meer het idee krijgen om samen te doen dan minder. Het onderzoek met jou doen was ook heel plezierig, want als wij dan de gesprekken hadden, maakte je dat klaar met een presentatie, de data mooi, laat ik zo zeggen, op een rij, maar ook de vragen die erbij hoorden, waar je zelf ook vaak kritisch over was, konden we eigenlijk heel goed bespreken en ook, laat ik zo zeggen, de juiste stappen nemen met elkaar. En wat ik eigenlijk ook wel bijzonder vond, je hebt een niche onderwerp gekozen en dat betekent nou, dat je een beetje er alleen staat, dus je moet er echt induiken. Je hebt natuurlijk je co-promoter Rob Jansen die er helemaal in zit en Marieke, maar toch. En in de discussie die je hier vandaag zag, ja, ik dacht, waar zit nou de kennis? Hè? Zit het nou in de corona of zit het bij de promovendus? Want volgens mij werd je 3 keer gevraagd om je kennis te delen en eigenlijk voor nieuw onderzoek of te zeggen welke kant moeten we op. En dat is denk ik ook de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Van eerst iemand die heel erg bezig is met de inhoud, met zorgen dat je studies af hebt. En veel meer, je bent geëindigd eigenlijk, naar iemand die het beheerst. En nu gaat uitdragen welke kant we op mogen gaan. En ik begrijp ook dat je in de internationale Europese groep zit, hè, wat betreft de hele studie voor deze kruisbanden. En dat je die rol ook met verve op je neemt. Naast het onderzoek heb je natuurlijk ook in de kliniek leren kennen. En ik ben kinderorthopeed en voor de kinderorthopedie geldt altijd, ja, je hebt met patiënten te maken, maar je hebt ook met ouders te maken. En ik kan je zeggen dat is in de kliniek echt een complexiteit plus. Want je kan wel met patiënten praten en je kan één op één en je kan iets uitleggen. En als iemand een knieoperatie wil hebben, kan je zeggen, nou, wilt u hem of wilt u hem niet? En dit zijn de complicaties. Maar bij kinderen gaat dat niet zo. 1. Het kind is geen jonge volwassen, dus heb je een andere soort communicatie. En 2. Je hebt ook nog die ouders waar je mee moet praten en ook moet meenemen. En soms in het ziekenhuis is niet altijd alles duidelijk. En dat heb je eigenlijk ook met verve gedaan. En dat was toen ik nog in Maastricht zat aan het werk was, gaf me dat ook heel veel rust. Ik denk, ja, als me het einde doet, dan komt het wel goed. Dan weet ik ook dat die gesprekken goed gevoerd zijn. En eigenlijk zie ik geleidelijk aan, als ik zat te denken, goh, waar is Martijn naartoe gegroeid? Een hele creatieve jongen, maar hij weet het te kanaliseren, feiten te scheppen daarmee. Je kan heel goed samenwerken en ook als klinicus ben je heel sterk. En ik zou zeggen, neem die mee, want je zit nu in het eind van je fase, van je opleiding. Je zit aan het solliciteren. Ik ben heel benieuwd waar je terechtkomt. Nou, misschien wel in de buurt van Utrecht, maar we moeten zeker contact houden. WKZ is ook in de buurt. Eind is ook niet zo ver weg. Waar je ook terecht mag komen. Dit zijn kwaliteiten die echt, nou, ik vind ze heel bijzonder. Ik heb je dan ook heel hoog zitten. En ik heb ook genoten vandaag van je verdediging. Voordat ik het helemaal afsluit, overhandig je nog het beeldje. Het beeldje is een L met de bul. Dat is een namens het promotieteam en namens de afdeling orthopedie in Maastricht. Alle promovendi krijgen dat. De bul hang je misschien niet boven de haard, maar het beeldje staat er misschien wel op. En heel veel succes. Dank je. Dank je. Dr. Dietvos, deze kant. Het is mijn genoegen om namens de universiteit me aan te sluiten bij de net geuite felicitaties. En die ook uit te breiden naar uw familie, geliefden, ouders waarschijnlijk en echtgenoten. Bent u al getrouwd? Nee, oké. Okay. Dan uw geliefde, die zit er wel. het was ook voor mij een heel plezierige promotie, dat kan ik niet altijd zeggen. Het was levendig en nou, u wist van wanten. En het onderwerp was ook natuurlijk, ook voor een oud-chirurg als ik, aantrekkelijk. Ik hoor u net dat u dit gedaan hebt naast uw gewone opleiding. Dat heeft altijd extra waardering bij mij. Mag ik officieel natuurlijk niet zeggen als vertegenwoordiger van de universiteit. Want al die AJO's die dat op een, ja, tijdens werkuren kunnen doen, die hebben het ook niet makkelijk. Maar als je naast je diensten als assistent en opleiding dit allemaal nog moet doen, dan weet ik dat dat extra vermelding verdient, althans van mijn kant. Want ik was ook zo iemand die zo tot zijn dokterstitel is gekomen. Ja, ik dank u dat u als alumnus van deze universiteit ook besloten hebt hier uw academische opleiding af te ronden met een dokterstitel.
En als ik toch aan het danken ben, dan ga ik verder met het bedanken van de mensen die hier vandaag ons de eer hebben aangedaan vanuit andere universiteiten komend. Dat is professor Dieriks, professor Hartgens en dokter Volen om hierbij aanwezig te zijn. Dat geeft altijd extra cachet. En daar zijn we altijd heel blij om. En sommige mensen moeten daar vreselijke stukken voor rijden. Dat weet ik, want ik heb ook als chirurg in Groningen gewerkt. En dan weet je dat een dagje Maastricht, dat is toch echt wel meer dan een gewone werkdag. Dank voor uw komst. We gaan zo dadelijk, voordat ik de zaak afsluit met een hamerklap, even een paar praktische mededelingen doen. We gaan zo dadelijk nog even een foto maken van deze hele corona. Samen met professor De Bie, die blijft dan extra wachten. Die wordt nog niet weggedraaid. En dan wordt hij, door de techniek wordt hij weggedraaid. En dan nemen wij afscheid van hem. En dan gaan wij nog even op de trap in de hal de zogenaamde traditionele postpromotiefoto maken voor uw spreekkamer later. Dan hebt u een leuke foto voor uw studeerkamer of zo. Met de hele club erop, behalve dokter professor De Bie, want ja, die kan daar niet bij zijn op die trap. En intussen kunt u dan waarschijnlijk al het beste naar de receptieruimte gaan. De eetzaal van de oude monniken die hier vroeger in dit klooster zaten. We hebben de hele plechtigheid hier in de kerk meegemaakt. Dit was de oude kerk van de Franciscanen, de Minderbroeders. En dan sluiten wij ons kort daarna bij u aan. En dan is daar gelegenheid voor het feliciteren. En u schenkt een drankje. Ook daarvoor dank. Dan sluit ik hiermee deze academische zitting. Ja, we verlaten de zaal nog niet in een stoet. Dat is normaal wat we doen, maar vanwege dit blijven wij nog even hier. Maar u kunt al richting aula gaan, behalve die familieleden die mee op de foto willen. Die moeten maar een beetje in de buurt van de fotograaf blijven. Oké, gaan wij hier eens gaan.